Nieuw regeerakkoord blijft pijn doen. Wie is deze benzinedief? Happen naar zeehond. Kim mag nooit lachen. En trucker geflitst met 239 km per uur. Goedendag, dit is de nieuwsflits van dinsdag 13 november. Het nieuwe regeerakkoord betekent een minder hardere klap voor iets hogere inkomens. Paul Jansen van de Telegraaf daarover bij Vandaag de Dag. Pijnloos bezuinigen bestaat niet, dus dat is ook wel logisch. Het wordt nu alleen iets evenrediger verdeeld en daalt daardoor wel iets meer bij de middeninkomens neer. Dus ik denk dat een hoop kiezers, en zeker van VVD-huizen, nog steeds denken, ja, waar zijn we hiermee bezig? Tankstation Flun heeft weer beelden van benzinedief online gezet. Wie is deze man? Eigenaar Gerrit Heuf van het pompstation in Didam vindt dat de politie veel te weinig doet aan de opsporing van benzinestelers. Dat wordt vanavond weer genieten met een nieuwe BBC natuurreportage. Earthflight, elke dinsdag met spectaculaire beelden bij de EO. De komende dagen meer stukjes van deze documentaires op deze site. Kim Bernice mag nooit uitbundig lachen, anders valt ze in slaap. Het 20-jarige meisje uit Emmeloord leidt aan een heftige vorm van narcolepsie. In de Telegraaf vertelt ze dat elke emotie leidt tot verlamming of directe slaap. 8000 mensen lijden aan deze ziekte. Iemand met narcolepsie voelt zich de hele dag hetzelfde als een gezond iemand die 32 uur niet heeft geslapen. De snelste trucker op aarde kreeg van justitie een boete omdat hij met zijn vrachtwagen op de A15 239 km per uur gereden zou hebben. 239 km per uur met die vrachtwagen die achter ons staat? Nee, niet exact deze, maar wel zo'n soortgelijke vrachtwagen. Want dat kan niet met deze vrachtwagens? Nee, ze zijn begrensd. Dus op 88 of 85. Tot morgen!